Welkom in Studio Zwaneveld in Eteren. Wat gaan we vanavond doen? We gaan light brushen, of de light painten eigenlijk. En dat doen we met een apparaat. En dat heet een light brush. En we gaan dan over deze mooie vaasjes heen met licht. En dat licht, dat is grappig. Het is het enige licht wat we gebruiken bij de opname. En je kan dus, als het ware, om het onderwerp heen gaan lopen. Zodat je het van alle kanten kan verlichten. Maar dat wordt dan wel een hele lange sluitertijd. Van een minuut of zo. En dan gaat de camera weer dicht. En dan is het beeld, komt daar op de monitor te staan. En dan hebben we een beeld wat helemaal gepaint is met licht. Oftewel geverfd is met licht. Nou, dat gaan we in deze sessie doen. En daarvoor ga ik zo meteen het licht uitdoen. En dan zien jullie even niks. En daarna zien jullie even heel snel wat bewegen wat licht betreft. Nou, gaan we nu doen? Gaan we het licht uitdoen. En dat piepje geeft aan dat je weet hoe ongeveer hoe lang het duurt voordat je gaat verlichten. En dan lopen we even eromheen. Kunnen we van achteren de dingen verlichten. Natuurlijk wel de bedoeling dat je niet in de camera schijnt, want dan heb je een probleem. En ik kan even voor de camera langs naar deze kant toe. En dan kan ik de andere vaasje doen. De achterlangs, want die vaasjes zijn een beetje transparant, dus dan kan je ook de transparante laten zien. Zo. En dan gaan we hem even stoppen. En als het goed is, krijgen we dan hier een beeld te zien. Okay. Ja, dit dat ben ik met mijn lampie. Maar ja, dat knip ik er later wel af. Ik heb het iets overbelicht, maar hoe komt dat? Omdat ik het diafragma heb veranderd. En ik moet het diafragma dus eigenlijk nog ietsje meer gaan knijpen. Waardoor die dus, dat ik hem iets langer kan belichten. Dus ik ga van diafragma 6.3 naar F10. Nee, F11. Zo. We gaan nu nog een keer het gebeuren doen. En dan doe ik even het licht uit. Kan hier ook. Dan beginnen we van. Ik heb de neiging om steeds te snel naar voren te lopen. Waardoor die dingetjes natuurlijk ook in beeld komen. Maar ja, dat moet natuurlijk niet. Nou. Hier is het resultaat. Zoiets.